heb een McDonald's ice coffee, karamel, zonder slagroom. Want ik hou niet van slagroom. Dat is een persoonlijke keuze. Geen belediging naar mensen die graag slagroom eten. Maar wat ze dus hebben tegenwoordig, hè, zijn die papieren rietjes. Dat zie je dus nu overal. En normaal vond ik het lekker om gewoon een rietje erin te stouwen, af en toe een slokje te nemen. Maar nu ben ik verplicht om te wachten totdat ik mezelf toegewijd ga nuttigen tot dit drankje. Want als dit rietje er langer in zit dan de precies uitgemeten gemiddelde drinktijd dat men doet over dit drankje, dan is jouw rietje natte papier mâché. Top Mac, geweldig duurzaam. En we weten dat het allemaal gewoon een marketingstunt is. Hè? Denk je echt dat nu we papieren rietjes drinken, dat we de planeet gered hebben? Even serieus. Dit is gewoon om goede wil te creëren. Ook bij die duurzame deugjes. En ze moeten voorop lopen. Hè? Ze zijn het gezicht van de corporate world. Dus wat kan een bedrijf zoals dat nou bestaan als het nog steeds drinkt door plastic rietjes? Kijk, ik heb het nou al in de afgelopen podcast gehad over allerlei zaken. Zaken waar ik geen verstand van heb. Zaken waar ik nooit verstand van ga zal hebben. Maar me desalniettemin graag over uitspreek. Vandaag wil ik het gaan hebben over iets waar ik wel verstand van heb. Waar ik, als het moet, wel titeltjes voor naar boven kan laten borrelen. Dat is online marketing. Poppenkast nummer 18. Amicabiliter Interventus. Wie verzint dit soort shit? Ja, social media. He, social media. Social media. Wat is daar? Ik ga ze gewoon even met z'n allen af. En dan sluit ik af met een mooie verwijs. Ik begin met Twitter. Ik heb niet zoveel getwitterd. Ik ben ook niet zo'n Twitteraar. Twitter is wat mij betreft een soort van een persoutlet voor iedereen. Hè? Daar is het op een gegeven moment ook. Ik weet nog wel dat Twitter toen serieus werd genomen als eerste van alle social media. Omdat de journalisten zoiets hadden van, joh, hey, dit is fijn om te publiceren. Even snel. En inderdaad ook die beperkte aantal tekens. Lekker linkjes versturen, filmpjes, dingetjes. En daarom is het nu ook gewoon zo'n giftige plek. Dit zijn journalisten onder elkaar die elkaar belachelijk lopen te maken. Of wannabe journalisten wat dat betreft. En als je daar als gewone burger instapt, iemand die geen journalistiek heeft beoefend, iemand die niet per se een bepaalde opinie of een bepaalde denkwijze of zo probeert te presenteren, maar gewoon iemand die een middagje even op zoek gaat naar een leuk verhaaltje of naar wat meer informatie. En die komt terecht in die beerput van Twitter gesprekken, weet je wel. Ik heb een Twitter aangemaakt. Een poppenkast Twitter. Ja? Ik denk van. Hè? Dus. Wat mensen worden dan aangeraden aan jou. En verrek, wie werd er aangeraden? Mark van Ranst. En ik heb hem een tijdje gevolgd. Ik ben een beerput. Of ik ben ook echt een put ingedoken. Van Mark van Ranst Twitters. En de reacties daarop. Het is vreselijk. Het is vreselijk. Ik snap niet waarom iemand dit zou doen, weet je wel. Ik snap het wel. Als ik zijn Twitters lees, dan staat hij helemaal achter het de corona-complotdenkers moeten, weet je wel, zo ver mogelijk aangewezen worden als een stel idioten. Want dat is het, weet je. Want het is niet zo van hij ontkracht alleen maar zaken. Nee, hij loopt alleen maar mensen een beetje uit te maken voor idioot en voor wappie. En kijk hier dan en kijk daar dan. Maar niet echt van een wetenschapper zou je toch verwachten dat hij dan ook komt met iets wetenschappelijks. Nee, het is alleen maar journalistieke stukken uit De Morgen, een Belgische linkse krant. En dan met wat onaangename teksten bij. En that's it. Dan heeft hij weer zijn duty, zijn wetenschappelijke duty verplicht voor die dag. Of afgerond.
Ik weet niet. Ik ben er nog niet over uit of Twitter nou echt de wereld gaat veranderen. Hè? Het is wat mij betreft is het, het is handig voor journalisten, maar volgens mij eten ze elkaar op daar. En voor de rest heeft het ook helemaal geen plek meer voor mensen die iets anders willen. Dus volg me op Twitter, @depoppenkast. ik heb 0 volgers, exact vanaf het moment dat ik dit filmpje upload. Dus ik ben benieuwd of er enige conversie gaat zijn vanaf het moment dat ik hier zeg, ik heb een Twitter. En vanaf het moment dat er op Twitter misschien 1 à 2 volgers zijn. Blijf er gewoon van op de hoogte van shit. Ik prop gewoon nieuwe afleveringen daar. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een of andere beef ga met Mark van Ranst of whatever, Willem Engel wat dat betreft. Maar wie weet wat er gaat gebeuren. Huh? Poppenkast op Twitter. Misschien wordt het leuk, misschien word je geband, misschien word je teruggetwitterd. Volgende. YouTube is mijn persoonlijke favoriet. Ik ben heftig verslaafd aan YouTube. Huh? Ik ben vandaag ook weer een van de Joris Demming gat ingedoken. Ik wil niet elke keer beerput zeggen. Dus bij Twitter noemen we het een beerput. En bij YouTube noem ik het een... want hoe noemen ze dat nou ook alweer? Dan zeggen ze, ik kom er even niet op. Het heeft zo'n benaming. Dan verdwijn je in de wormhole. Misschien kom ik er later op. Anders laat het me weten in de comments als jij het wel te binnen schiet. In ieder geval, ik noem het gewoon een fucking wormhole. YouTube ben ik de wormhole ingedoken. En Joris Demming wormhole. Dus ja, dat is wel interessant. Dan kom je wel wat dingetjes tegen. Voor je het weet heb je alweer 5 nieuwe complotten in je hoofd hangen. Dus wat dat betreft, dit is mijn favoriete platform. Eerlijk gezegd, met al het censuur wat gaande is. Met dus inderdaad, hè, mensen die dan gedemonetized worden. Of zelfs filmpjes die verwijderd worden. En hele accounts die gewoon verwijderd worden wat dat betreft. Lange Frans. Ik word bijna Frans Bauer, zeg maar. Het zou wat zijn als Frans Bauer wordt geblokt. Vanwege zijn muziek of zo. Is nog niet eens een heel gek idee wat dat betreft. Nee, maar ja, dat is natuurlijk niet charmant. En ik hoop dat dat zeg maar op een gegeven moment een andere vorm gaat krijgen. En toch, ik blijf het toch wel, want je vindt toch dingen op YouTube dat je denkt van oké, als ze hier waren om ons te onderdrukken, dan zou dit hier niet staan, weet je wel. Maar ja, al met al, ik denk gewoon dat dat ze bij YouTube proberen gewoon de boel bij elkaar te houden en dat er gewoon heel veel mensen zijn die lopen te zeiken tegen ze en ze proberen er maar wat van te maken. Ondertussen heb je in Amerika heb je de CIA binnen op het kantoor. Ik kan donderop tegen zeggen dat in YouTube Nederland ook iemand van de RIVM zit om ze af en toe eens even wat in het oor te fluisteren. En soms misschien even een propje in te douwen. Die ze dan op een geheime locatie er even uit moeten peuteren. En even lezen wat ze nou weer voor een taakje moeten volbrengen. YouTube maakt tv overbodig wat mij betreft. Ik kijk niks meer op tv, weet je wel. Fucking programmering, fucking achter elkaar gezette, plande video's. Voor een dag gepland voor jou. En dan kan je met je luie kop kan je naar zo'n lichtgevend kastje gaan zitten staren. Ik wil dan in ieder geval toch nog wat interactie, weet je wel. We leven nu toch al in een hele interactieve wereld. Dus waarom kan ik gewoon niet mijn eigen programmering samenstellen? Mijn eigen kanalen, de eigen dingen die ik kijk. En ik beloof niet bubbel te komen. Dat is juist wat ik probeer te voorkomen. Hè? Dus, want ik vind dat als je alleen maar naar tv kijkt, dat je jezelf ook in een bubbel houdt. Dat is ook mensen die met een bepaalde gedachtegang alleen maar op die werkvloer dat selectieve berichten en nieuws uitzenden. En dat is ook een visieuze cirkel naar beneden wat mij betreft. Hè? Ik bedoel, ja, hè? Het blijft zo, je moet met zoveel mensen en krachten rekening houden. Je ziet het met die documentaire van Kaag nou. He, dat dus, ja, iemand maakt als een documentaire. Ja, en dan gaat het, ik ken dat ook van filmen. Iedereen gaat altijd lopen zeiken over van, ja, maar dat is niet goed, dat is niet goed. Maar voorstel zo'n Kaag waar dan een heel team bovenop zit om haar imago te managen. Dat er dus inderdaad, ja, dan op een gegeven moment 10 mensen zitten te zeiken. Ja, maar dit is niet goed, ja, maar dit is niet goed. Kaag heeft er gewoon al niet om.
Ik moet er niet aan denken om als documentairemaker een video te maken van een politici die zo onder de loep zit genomen. Hè? Dus wat dat betreft, ik heb de docu gezien, al met al. Ik zie niet, ze noemen het dan D66-propaganda. Ik bedoel, er waren wat behoorlijk verhullende dingen daarin, weet je wel. Over inderdaad hoe ze aan de, ja, toch wel geïntroduceerd is. En een beetje hoe ze dan in die top... Natuurlijk, ik kan zeggen van, het is allemaal uitgepland. Het is allemaal tv-peter, het is allemaal nep. Hè? Dat hebben ze allemaal zo gedaan. Maar kijk, ik geloof dat allemaal niet. Hè? Ik bedoel, dat je kan zien of dingen oprecht zijn of niet. En dat zag daar oprecht uit. In zekere zin. En gewoon het feit dat er dus ontactische dingen geshowd worden, dat is het juist, weet je wel. En dat is ook een beetje wat ik heb met dit censuur. Als je het probeert glad te strijken naar iets wat homogeen is, wat inderdaad helemaal perfect is en geen oneffenheden van dingen van hoe, dan begin ik al te twijfelen, begin ik al te denken van dit is te perfect, weet je wel. En nu, die documentaire met elkaar, je zag wat dingetjes door de cracks, weet je wel. Misschien hebben we het er nog wel eens over. En laat ik wel wat dingetjes zien uit die film, waar je denkt van dat is misschien onhandig, maar dat geeft me wel een prettig gevoel. Hè? Op een of andere manier geeft het me een prettig gevoel om dus inderdaad wat rimpels te zien, wat kraaienpootjes, wat narigheden, om dan te zien van dit is een echte persoon. Deze heeft iets doorgemaakt. Dit is niet een of andere façade voor iets. Hè? En dat kan het alsnog zijn. Je moet nooit je overheid geloven. Maar het hoeft niet per se een façade te zijn. En als het allemaal perfect is, 100% de façade. Daarom YouTube. Duidelijk toch? Volg me op YouTube. Zolang ik niet gecensureerd word, vast niet. He, YouTube, kom op, maatje, YouTube. YouTube, ik hou van jullie. Ik ben al bij jullie sinds het begin. Kom op, hey. Doe het niet zo. He, als je er iets is, dan stuur me DM. Zeg gewoon, hey, het is niet oké. Okay. Zeg ik, oké, dan doe ik er iets aan. Maar ga me niet in één keer uit het niets lopen blokken. Dan moet ik eigenlijk meer tegen het algoritme zeggen. Oké. Okay. 1-0-0-0-0-0-1-1-1-1-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-1-0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 -
Facebook. Kijk, Facebook probeert gewoon van alles te doen. Echt van fucking alles. Alles. Ze willen gewoon alles. Ze willen gewoon het internet zijn. En het begon met gewoon het indexeren van gezichten. Facebook. Hè, het is gewoon mensen geïndexeerd. Kan je ze opzoeken. Hey mens, wie ben jij? Kleine samenvatting. That's it. Dat is wat Facebook zou moeten zijn. Nu is het voor sommige mensen in Azië is het internet. Zoals wij naar een browser gaan en dan wil ik iets intypen. En dan hebben we een lijstje met dingetjes en dan kunnen we dan op klikken. Weet je wel. Hun zitten volledig op hun telefoon. Dus hun hebben alleen een reeks aan apps. En dat is een hele internet, zeg maar. En er zit geen browser meer tussen of zo. En Facebook is daarin gewoon echt gigantisch aan het profileren. Die wil inderdaad dat internet zijn voor sommige landen. Nou, eerlijk zeggen, je kan er alles doen. Communiceren, elkaar opzoeken, evenementen maken, linkjes naar zetten, gelinkt en allerlei. Weet je wat, je kan je Twitter en je Facebook koppelen, je Instagram en je Twitter en je Instagram en je TikTok. En je kan een hele bende aan elkaar binden rondom Facebook zo. En dan is het een soort van een centrale plek voor social media. In ieder geval, dat is hoe ik het gebruik. Wat jammer is dat Facebook pure kots is. Pure kots en scheid van de maatschappij. Die zich gewoon allemaal cumuleert via alle kanalen, krachten en krochten van het internet. En dat helemaal verzamelt over die blauwe F. En dat druipt gewoon zo van het scherm af jouw hoofd in. Pure scheid die uit jouw telefoon gedropen opgevangen wordt door jou in je hoofd. Dat is Facebook. En dat is op zich geen probleem, maar wees je daar gewoon bewust van. Hè? Zelfs dat je scheid ruikt, dan zit het in je neus. Hè? Dat is niet een wifi-signaal. Nee, dat zijn letterlijke scheiddeeltjes die je neus in worden gedouwd. Zo moet je ook over Facebook denken. Dat de letterlijke scheid in je neus wordt gedouwd. Dat als je het ziet, hè, net zoals je die scheid ruikt en niet even denkt van... Nee, dat je scheid ruikt en denk, dan moet ik even niet te veel van binnen halen, want ik heb niet zozeer zin om fecal matter in your nasal passage te ontvangen. Weet je wel? Nee, dat zit dat. En zo moet je Facebook ook zien. Je ziet het, je merkt dat je scheid aan het ontvangen bent in je hoofd, en dan
klap je telefoon dicht. Of, nou ja, je zet hem uit. Of je duwt hem in je broekzak. Werkt niet, hè? Dan zit je, voor je het weet zit je weer zo, hè? Je kan bijna net zo goed soms die telefoon op je gezicht plakken, zo. Dan hoef je hem ook niet meer weg te doen. Ik haat Facebook. Facebook is een ratten-app en het wordt steeds complexer en het houdt niet op. Dus volg me op Facebook. Poppenkast. Zoals alle andere dingen. Met een C. Hè, als je me hoort en je hebt letterlijk mijn naam nog nooit voluit geschreven zijn. Het is Poppenkast. Want in de kast is zeg maar een kast van broadcast. Weet je wel? Dus het is een kast van poppen. Instagram. Is het kleine gezwelletje aan Facebook. Ja, het is zeg maar gewoon wat Facebook zeg maar een tekst gewoon verpest aan de mensheid. Dat doet Instagram met beeld. En ja, Instagram is dus ook gewoon echt een galactische monsterplaneet geworden van aandachtshoeren in elke vorm. Volg me op Instagram, @peterspoppenkast. De enige die anders is, hè? Omdat het aandachtshoeren zijn. Ik moest mijn eigen naam erin, ik moest mijn ego strelen, godverdomme. Nee, het Poppenkast was al bezet. Het is een van de streetcastingsbureau en die heet ook Poppenkast. Teringleiers. Echt waar. En het is ook nog gewoon een slechte website ook. Dat is nog het jammere eraan, weet je. Als ik dan streed tegen een of andere zieke online campagne of zo, of een of andere online vertoning waar ik van denk van poeh, maar nee, nu associeer ik me een of andere crappy castingsbureau. Hey, als je kijkt, Rebecca van Poppenkast Casting, misschien kunnen we samenwerken. Poppenkast bij Poppenkast. Zet je een van je castingsbureau mensjes hiervoor? Kunnen we samen mooi zijn op de camera? Zal ik zorgen dat ik er beter uitzie? Dus deze verlepte bakkers die ik dit weekend heb opgebouwd hier daar. Dus dat Instagram. Ik weet niet. Het is wel. Ik vind het concept vind ik leuk. Weet je, beelden delen, inspiraties. Beetje Pinterest-achtig. Alleen dan. Het is nu dan ook weer dan met die hele stories. Gekoppeld aan alle andere zaken. Het is weer overgecomplex geworden. Dat komt omdat het overgenomen is door Facebook. Hè. Facebook kan niet gewoon zeggen van. Oh, ik laat het in zijn essentie. In zijn pure essentie bestaan. Het moet in alles geïntegreerd worden. Met alles aan de achterkant en aan elkaar gebouwd worden. En het loopt allemaal dwars. En meestal gebruikers, weet je wel, jullie dus, en besef je dit, gebruikers, jullie zijn niet de klant van deze social media bedrijven, Facebook en Instagram voornamelijk. Jullie gebruikers, die dus leuk selfies op mop, mop, en de selfie versturen, jullie zijn het product. Hè? En je hebt in de marketingterm heb je een term genoemd prosumer. En dat is gewoon een of andere geniale gozer die dacht: product? Consumer? Prosumer. Ja, die breinen in de marketingwereld, jongen. Maar dat is dus, ja, je bent dus inderdaad een producent en een consument, zeg maar. Dus je maakt dingen en je koopt dingen tegelijk. Denk aan bijvoorbeeld de custom schoenen maken bij Nike en dergelijke. Maar hier ben je in zekere zin, of dat zouden ze dan het liefst willen verkopen. Zeggen van nee, onze gebruikers zijn prosumers. Maar begrijp het niet verkeerd, dames en heren. Mensen die Facebook en Instagram gebruiken, zijn producten. En de klanten zijn de bedrijven die erop adverteren. Ik ben een klant van Facebook. Ik krijg ook constant fucking berichtjes. Hey, motherfucker, wil je hier wel die geld in stoppen? Want jij stopt zo graag geld in advertenties op ons platform. Hey, heb je dit bericht gezien van jou? Die kan misschien net iets meer bereiken als je er wat geld in stopt. Wij adverteerders op social media zijn de klanten. Jullie gebruikers zijn producten. Net als die koe in de weide, net als die kip. Alleen dan voor je mentale staat. Volg me op Facebook, @thepoppenkast. Oh nee, Instagram, ik heb het al gezegd. Het is overal Poppenkast. Op Instagram is Peter Poppenkast. Snapchat, een soort van nieuwkomertje. Niet meer echt, maar hè, dat was wel even weer. We hadden een tijdje niks nieuws gezien. En in één keer komt Snapchat met het verachtelijke verticale filmen.
En tijdelijk, dus je kon even je kut laten zien of je pek. En dan werd het binnen 24 uur van de telefoon verwijderd. Of als je een keer had gezien, dan kon je het dan niet nog een keer inzien. Dus dat gaf ruimte voor specifieke personen. En nog steeds wat dat betreft. Volg me op Snapchat. Ik heb geen idee wat mijn Snapchat is. Volgens mij is dat een QR-code of zoiets. Dan moet je maar gewoon op mijn Facebook gaan. En vanaf mijn Facebook kan je naar mijn Snapchat gaan. En als je me echt niet kan vinden, dan wil ik waarschijnlijk niet dat je me vindt. Ja, Snapchat het is een andere manier ook van video. Kijk, ik als filmmaker, ik word echt hooglijk geconflict door het feit dat alles verticaal is. Het gaat tegen... Ik bedoel, portretstand filmen. Ik bedoel, ik heb fotografie gehad en dan krijg je gewoon landschap. Er is een nut voor landschapfotografie en voor portretfotografie, weet je wel. Alleen het misschien is de gedachte van, alles draait om portret, weet je, selfies maken en zo. En dan is het een soort van levend portret. Maar ja, ik doe dan bijvoorbeeld dingen voor de poppenkast proberen te posten op Snapchat. En dan moet je dan helemaal lang maken, weet je. Ik kan het filmpje niet gewoon zo op zijn kant zetten. Dus dat werkt zo niet. Dus over horizontale filmpjes gesproken of over verticale filmpjes gesproken. De wel nieuwkomer, TikTok. Ja. TikTok. Ik ben geconflict. Over TikTok. Ik ben er niet... Ik doe eraan mee... vind me op TikTok @ Poppenkast. Maar ik ben hooglijk conflict. Misschien in het begin, weet je wel, dan moet het algoritme nog op gang komen wat je leuk vindt. Maar de defaultstand van het TikTok-algoritme, wat het filmpjes adviseert aan mij, lijkt constant te staan op een ontiegelijke bult aan wanhopige tienermeisjes die vermomd in een dansje zichzelf staan uit te hoeren voor de camera. En misschien zelfs samen met hun moeder. Het is niet veel anders dan zelfs Instagram. Ik bedoel, een stapje erger is natuurlijk een OnlyFans. Nou, dan krijgen ze de mensen nog betaald. Maar het is een rare vertoning. Ik word er lichtelijk oncomfortabel van elke keer als ik mijn app open. En ik denk, twijfelachtige leeftijd. Half naakt, geen BH aan. Staat hier te dansen. Ik probeer hier werk te doen, ik weet niet. Ik vind het raar. En het is natuurlijk de Chinese overheid die erachter is. Ik durfde bijvoorbeeld mijn video over Chinese kritiek. Heb ik niet gepost. Ik denk, laat ik maar even niet doen. Huh? Wat dat betreft, zelfcensuur werkt al perfect. Ik heb het niet eens geprobeerd. Ja. Nou, ik ben helemaal nieuw op TikTok. Kijk, ik snap er geen zak van. Ik volg twee mensen. Ik ben mijn Jurgen Koningsverhaal wel gebracht bij dergelijke leuke complotten. Ik ben er nog niet over uit wat ik vind van TikTok. Ik denk dat het vreselijk is. Ik denk ook, want ik heb ook geprobeerd mijn vrije tijd er eventjes op te besteden. Maar het is niks, man. Het is echt niks. Oké. Ik wil nog wel heel even een extraatje doen. Ik weet niet of iedereen die kent. En natuurlijk zijn social media zijn gewoon eigenlijk alle media die mensen bij elkaar brengt. Het kan ook gewoon een thread zijn, zoals een Reddit, hè, of een 4chan of weet ik veel wat voor een plekken waar allemaal mensen samenkomen en dan gaan lopen lullen over het en of het ander. Vooral memes delen. Memes delen. En daarom ben ik verzot op 9gag. Ja, een vreselijke community. Moeilijk racistisch, transfobisch. Zeer een autoritair probleem. Constant kritiek op China. Geweldig. Gewoon doen. Gewoon ongefilterde, ongerapte memes. En ze hebben zo'n concept daar. En dat heet dan, zeg maar... Dan als te veel downvotes worden gezet op een bepaalde reactie... dan collapst die. Dan stort die in. En dan staat er... comment is collapsed due to downvote. Aan de ene kant maakt het frustreert me, want ik ben erg nieuwsgierig wat er heeft gestaan. Maar als deze motherfucker zoveel downvotes heeft gekregen, dat het een soort van gefilterd wordt uit het gesprek. Zo van, hè? Want ik kan zeggen bij Wil,
Als je eenmaal iets leest, dan is het gebrand op je Netflix. Of daarna dan vervolgens 20 debunkfilmpjes komen. Of er komt misschien een hele verklaring nog daarna van sorry en zo. Als iemand eenmaal iets heeft gezegd, als iets is geplant bij jou in het bewustzijn, dan staat het daar. En dan is het niet meer zomaar weg te schrapen. Weet je? Dan moet echt met een hoge drukreiniger weggereinigd worden. Daarom is het zo belangrijk dat we gewoon blijven praten. Dat we gewoon bij elkaar dingen naar binnen blijven schieten. En dat dat in godsnaam niet van één punt afkomt. Hè? Wanneer in de fucking geschiedenis is het divergeren van informatie naar één enkele realiteit nou goed afgelopen. En met de Romeinen is het toch ook niet iedereen dacht, oh, rode vlaggetjes, capejes. Nou, dat doen we gewoon voor eeuwig. Nee, op een gegeven moment weigeren mensen dat. Je moet convergeren met je fucking cultuur en proberen het zo breed mogelijk te maken, wat mij betreft. Ja, social media, het helpt er wel bij, het verbreden van onze realiteit, tot op een punt dat we er zelf helemaal ramgek van worden. Want denk nou eerlijk, als jij het internet moet omschrijven als één ding, hoe moet je het dan omschrijven? Veelzijdig? Alomvattend? Heel veel mensen die noemen het misschien een puinhoop of een chaos. En ik ben het er niet mee eens. Voor een wereld en een universum die zo puinhopig en chaotisch is, is het internet nog best geordend. En dat er inderdaad chaotische en puinhoop dingen op gebeuren, dat ligt aan ons, niet aan het internet. Ik zeg, doen we er nog eentje? Want ja, we luisteren deze Spotify natuurlijk niet alleen op de classics, maar ook op de... Op de luisterplatforms. Zoals Spotify. Of iTunes. Of Deezer. Want daar ben ik ook op te vinden. En sinds kort ook op Podcast Index. Waar ik vereeuwigd ben. Met mijn podcast. Als je graag naar me luistert. Top. Luister door, man. En ja, ik wil dan meteen. Als ik dan toch zo aan het praten ben over communicatie. En als ik dan voor het eerst eens een keer over iets praat waar ik ook daadwerkelijk verstand van heb, wil ik misschien dan toch wel afsluiten met een oproep. Een oproep aan al mijn luisteraars en of misschien potentiële luisteraars. Ik heb nou een paar keer een gesprekje gehad. Ik heb nog wat gesprekjes gepland. Maar ik vind het hoogelijk comfortabel om een dialoog aan te gaan. Om dus inderdaad lekker een powwow brainstorm sessie te hebben met iemand. En gewoon de diepte in te gaan. Dus ben jij een persoon? Heb je een hart die bonkt? En adem jij door je mond? Of je neus? Als je te veel door je mond heen ademt, niet doen. Adem meer door je neus. Maar over het algemeen als je gewoon ademt. En je hebt zoiets van deze gozer praat. En ik wil hem eens een keer flink verbaal op zijn plek zetten. Want ik weet niet wat er allemaal uitkomt rollen. Maar ik kan me niet voorstellen dat iets van waarde bijdraagt aan deze wereld. Dan zou ik zeggen, daag me uit. Kom eens tegenover me zitten. Wees een vent of een dame. Net zoals Mike en mijn plant. En Luc wat dat betreft. Ik zat wel in het donker. En het kan alles. Het kan alles zijn. We kunnen een lekkere filosoof sessie houden. We kunnen het schoon houden. We kunnen het vies maken. En we kunnen een stukje improv doen. We kunnen een statement maken. We kunnen absoluut het statement zo ver mogelijk er vandaan kunnen houden. Ik ben open voor alles. Zodra het maar hier gebeurt, door die microfoon, op deze camera, op die camera, en gepubliceerd mag worden op mijn kanaaltjes. En dan heb ik het over Spotify, iTunes, Deezer, Poppenkast. Vind me onder de naam Poppenkast. P-O-P-P-E-N-C-A-S-T. TikTok, vind me @ Poppenkast. P-O-P-P. E-N-C-A-S-T. Snapchat, Insta, Facebook. Vindt hij allemaal via mijn Facebook. En vindt me op Facebook @ Poppenkast. P-O-P-P-E-N-C-A-S-T. Vindt me op YouTube.
als Poppenkast. P-O-P-P. E-N-C-A-S-T. En natuurlijk op Twitter. @ThePoppenkast. P-O-P. E-P-P. E-N-C-A-S-T. Oké. Dit was Amicabiliter Interventus. Poppenkast nummer 18. En dan denk je van, wat de fuck zeg je nou, Peter? He, wat is dit nou weer voor de zoveelste fucking rare titel in je naam? He, want als online marketeer zou je toch moeten weten dat je godverdomme een toegankelijke titel in je naam moet hebben. Zoals Jurgen Konings. En dan gewoon 500 views pakken. En heel eerlijk gezegd, ik word een beetje zenuwachtig van al die fucking views, ja? Laat me eens even een beetje met rust. Ik heb het idee dat ik gevolgd word. Gevolgd wordt op Facebook. Gevolgd wordt op Instagram. Gevolgd wordt op YouTube. Ja, ik word een beetje para van al die mensen die me volgen. Dus ik heb nu de meest vage kuttitel gekozen voor het meest toegankelijke onderwerp. Amicabiliter Interventus. Wat Latijns is voor social media. Who gives a fuck? Nummer 18. Tot de volgende.